widgets. In dit filmpje ga ik jullie tonen hoe je eigenlijk de resultaten van je leerlingen kan gaan bekijken en hoe je daar ook feedback op kan geven. Daarvoor ga ik mezelf eventjes verplaatsen in leerlingmodus, want er is wel één belangrijk aandachtspuntje dat je zeker moet meegeven aan je leerlingen. En dat is dat ze hun antwoorden moeten verzenden. Wanneer zij deze niet verzenden, kan je uiteraard ook de antwoorden niet zien en niet verbeteren. Dus we gaan opnieuw naar ons vak. We kiezen voor oefeningen. Ik zie hier mijn testquiz staan. Ik klik daar eventjes op en ik ga die nu invullen alsof ik een leerling ben. Dus de vraag is, is dit een leuke quiz? Ik antwoord ja. Ik ga naar de volgende vraag. Verbind de juiste woorddelen. Zo, volgende vraag. En nu moet ik uiteraard mijn antwoorden verzenden, anders komen ze nooit bij de leerkracht terecht. Dus zorg ervoor dat de leerlingen dat niet vergeten. Bij de quiz is dit nog vrij eenvoudig, omdat dit echt wel op je scherm komt, dus ga je dat wel automatisch doen. Maar er zijn ook andere spelletjes, zoals bijvoorbeeld een memory die ik hier heb klaarstaan, waarbij je aan het einde geen knop met verzenden krijgt, maar moet je dan op het envelopje drukken om eigenlijk je antwoorden te gaan verzenden en vervolgens op versturen. Jammer genoeg zijn er ook enkele widgets. Het zijn er gelukkig niet veel, maar bijvoorbeeld zoals een woordzoeker of een galgenspel bijvoorbeeld, waarbij de leerlingen hun antwoorden niet kunnen inzetten. Dus daarbij is er zo geen envelopje in het rechterbovenhoekje. Dus dan zullen de leerlingen misschien een printscreen van hun scherm moeten nemen, zodat jij kan controleren dat ze het wel hebben gemaakt en dat je kan zien hoe ze het gedaan hebben. Maar dat is dus niet bij veel widgets het geval. Bij de meeste kan je de antwoorden gewoon insturen en kan je die dus rechtstreeks verbeteren. Dus ik verstuur hier mijn antwoorden van de quiz. Voilà. En dan kan ik als leerling zelf ook meteen zien hoe ik het gedaan heb. Wat heb ik juist beantwoord, wat heb ik fout beantwoord. En dan gaan we nu over naar hoe we de resultaten dan kunnen bekijken. Hiervoor zijn eigenlijk twee manieren. We gaan starten met de eerste manier. Dat is, we zitten hier nog altijd bij oefeningen in ons Smart School vak. We gaan opnieuw naar beheer en in de plaats van nieuw om een widget aan te maken, zie je hier resultaten staan. Als we daarop klikken, kunnen we de resultaten van boekwidgets gaan bekijken. Zie zo, ik kom weer in het systeem van boekwidgets terecht. En dan kan je de klas gaan kiezen waarvoor je de antwoorden wil bekijken. Ik kies eventjes voor geen klas, omdat ik mijn eigen antwoorden ga bekijken. En ik zit natuurlijk niet in een klas. Hier krijg je dan een overzichtje van alle widgets die je reeds hebt aangemaakt. En dan kan ik dus één van die widgets gaan kiezen. Kan ik op eentje klikken waarvan ik de resultaten wil bekijken. Bijvoorbeeld onze testquiz. Bovenaan heb je altijd een beetje algemene informatie over de resultaten. Dus wat was de gemiddelde score per vraag? Hoe hebben de leerlingen het gedaan? Onderaan zie je dan een overzichtje van wie heeft deze quiz allemaal ingevuld en welke score hebben ze behaald. En ook de datum staat erbij van wanneer ze het hebben ingevuld. Wil je dan meer gedetailleerd gaan kijken naar wat hebben ze juist fout gedaan, wat hebben ze juist gedaan en welke antwoorden hebben ze gegeven, dan klik je eventjes op de naam van de leerling. En dan opent zich dit bestandje. Wat kan je daar gaan zien? Dus per vraag het antwoord dat de leerlingen gegeven hebben. En ook het aantal juiste antwoorden dat ze gegeven hebben. Het aantal foute antwoorden en de totale scoren die ze behaald hebben. Stel nu dat je toch een antwoord juist rekent, maar dat boekwidget misschien dat het een open vraag was, dat je bijvoorbeeld daar zelf punten op moet geven, dan kan je hier het puntentotaal gaan aanpassen. Dus kan ik zeggen, het is toch 1 op 2 waard het antwoord, of het is toch eerder een 0 op 2, en dan past zich dat hier in het totaal ook aan. Wat kan je nog gaan doen? Dat is een beetje feedback gaan geven, bijvoorbeeld denk wat beter na over deze vraag. En hier kan ik ook een algemene commentaar geven, goed gewerkt bijvoorbeeld. Voilà, en dan heb ik al mijn feedback ingevuld. Belangrijk wat je dan moet doen is hier, ofwel kan je kiezen voor PDF, dan gaat hij de leerling zijn antwoorden samen met jouw feedback downloaden. Kan je die zo bekijken en eventueel opslaan. Maar interessanter vind ik zelf is het icoontje dat ernaast staat, is dat pijltje.
Als je daarop klikt, kan je eigenlijk automatisch in een smart school berichtje naar je leerling een bijlage sturen met daarin de resultaten van het werk dat die leerling geleverd heeft, met de punten en de feedback erbij. En kan je zo op versturen klikken en dan gaan we meteen het berichtje zien verschijnen. Zie je zo, in Smart School krijg ik dan een bericht met de feedback van de quiz of van het spelletje of van wat je verbeterd hebt. Dus dat is de eerste mogelijkheid om eigenlijk eenvoudig te gaan kijken naar de resultaten en deze te verbeteren. De tweede optie is, we gaan eventjes naar de startpagina van Smart School via je Gmail-account. Telkens wanneer een leerling een boekwidget invult, krijg je daarvan een mailtje. In dat mailtje zie je ook reeds steeds een PDF-bestand met daarin de resultaten en de antwoorden die de leerling gegeven heeft. En als je dan op deze link klikt, dan gaan we eigenlijk naar hetzelfde schermpje als wat ik jullie daarnet heb laten zien. Kan je ook weer feedback gaan geven of feedback gaan aanpassen in dit geval, punten gaan aanpassen. En hier via het pijltje je feedback naar je leerling verzenden. Dus eigenlijk juist hetzelfde, maar dan via mail. Oké, dat was de uitleg over de resultaten en de feedback. Hopelijk zie ik jullie nog terug in het laatste filmpje over boekwidgets.